gamefans van Nederland en omstreken, Jan hier met een kleine korte update video zoals beloofd. Ik ben weer terug van vakantie. Het ging allemaal niet heel erg vlekkeloos, vandaar dat er ook eigenlijk gisteren geen video was. Maar vandaag in ieder geval wel deze update video. Ook morgen donderdag komt er gewoon een video uit, een Indieverse look. En zaterdag heb ik er ook al eentje klaarstaan, een Minecraft Survival Hardcore seizoen 2 is dat. En daarna gaat alles gewoon weer lekker zoals vanouds verder. Eigenlijk is het ook meer een update video om te zeggen van hey, ik ben weer terug, dan dat er dingen gaan veranderen, want er gaan gewoon eigenlijk geen dingen veranderen. Dinsdag, donderdag en zaterdag blijven de vaste uploaddagen waarop je een video van mij kan gaan verwachten op het kanaal. Daarnaast wou ik het nog heel eventjes kort hebben over de streams. Ik weet, jullie willen heel graag dat er weer streams aankomen en ik ga ook echt mijn best doen om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk weer in ieder geval gestreamd kan worden. Nou gaat het helaas niet op een vaste dag of een vaste datum of iedere week één of twee keer of wat dan ook. Er zit nog een beetje geen regelmaat in. Dat kan ik gewoon niet gaan beloven. Houd die voor Twitter in de gaten. Want iedere keer als ik ga streamen, zou ik van tevoren proberen een update video of een aankondiging op YouTube te plaatsen. Lukt dat niet, staat het op Twitter. Dus de link staat onder in de descriptie. Volg ons daar eventjes op. Dan kan ik jullie het makkelijkst laten weten wanneer we live gaan. Verder hebben we dat eigenlijk al bijna gehad. Deze update video is super kort zoals ik zei. Het is gewoon eventjes om weer hoi te zeggen. En te zeggen we gaan weer volle bak er tegenaan. Maar ja, daarvoor heb ik jullie hulp ook een klein beetje voor nodig. Want we hebben nu 3 series lopen. Ik weet niet hoe lang alles nog doorloopt. Dus ik heb ook suggesties nodig van dingen die jullie willen zien. Dus laat dat eventjes onder in de comments weten. Zodat ik daar eventjes op kan inspelen. Ik ga nu ook weer terug antwoorden op comments zoals jullie van me gewend zijn. Ik was er een aantal weekjes in snuiten op vakantie zoals jullie weten. Had ik eventjes nodig. Ik probeerde me daar eventjes zo min mogelijk met YouTube bezig te houden. Jullie hebben er waarschijnlijk vrij weinig van gemerkt. Aangezien de video's gewoon doorgingen. Ik gaf alleen geen antwoord meer op comments. Maar dat ga ik vanaf nu dus wel weer doen. Dus heb jij suggesties, vragen, wat dan ook. Drop ze even onder in de comments neer. Kom ik er zo snel mogelijk op terug. Laat ik het je zo snel mogelijk weten. Voor de rest, nogmaals, er gaat niks veranderen. Streamen ga ik proberen zo vaak mogelijk te doen. En goed om weer terug te zijn. Dus beste gamefans, ik ga het hierbij laten. Zoals ik zei, een hele korte update video. Ik wil jullie uiteraard nog wel gewoon bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video of wil je support tonen? Knal er even een like op. Laat je comments even onder in de comments achter. En dan zie ik jullie gewoon in de volgende keer terug. In ieder geval morgen in een gloednieuwe Indieverse look hier op Cortex Gaming. Dus vergeet het niet. Zet je wekker, kijk het. Morgen om 2:00. Dus beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Mazzel!